was al bezig met trouwplannen en zo. Van de zomer op prijs gaan, kan ik dat vragen op strand, dit en dat. Dus ik was daar wel mee bezig en ineens zie je die vraag verschijnen. Ja, tuurlijk, ja, ik kan daar een keer op antwoorden. Hè. Er was dus ook een soort van selectiedag. Mijn naam is Serge Alexander. Ik ben woonachtig te Brugge. Ik ben buschauffeur bij de lijn. En mijn hobby's zijn eigenlijk alles dat te maken heeft met wielen. En dan begint het, hè. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij het voetbalstadion ging zijn. Dus uiteindelijk ben ik heel, heel blij dat het de vlieger is. Hij heeft, dat, ja, hij heeft toch altijd wel gezegd, als hij iets doet, dat het spectaculair gaat zijn. Ja, we moesten dus een dagje naar Gent. Omdat mijn zus dus die reis had gewonnen en dat zat blijkbaar in haar loonfiche van haar werk. Ook al zoiets iets heel raars, als je achteraf bedenkt. Maar uiteindelijk geloof je dat maar. Wat is dat hier? Oei, wat is dat hier? Dan ons ontvertel dat het voor een filmpje was van Thomas Cook. En dat kost ik wel verstaan ook. Dus het was eigenlijk heel overdonderend ook dat moment. Daar lig je. Raad ik je waar dat we zitten? Thomas Cook. Hoe weet hij dat? En toen denk ik in mezelf van shit, wat heb ik nu gezegd? Ja. Verspreking is rap gebeurd, hè. Het is moeilijk om tijdens heel de voorbereiding echt op te letten wat hij zegt en doet. En je komt thuis en je wil normaal doen, maar dat gaat niet. Weinig babbelen omdat je bang bent van je te verspreken. Opletten waar je hier gsm legt. Want als je hem vindt, ja, kan altijd een keer iets zijn staan natuurlijk. Dus ja, ze wiert wantrouwig. Slecht begin voor een huwelijk trouwens, man. Wanneer is Marieke door? Ah, het al. En dat wordt gefilmd. Dat is wel zonde. Hoe schaamelijk is dat niet? Nee, zenuwen niet. Op zo'n moment moet je geen zenuwen zijn. Nee, dat is het moment van je leven in feite. Ja, dat moet gewoon perfect zijn. Ik vind dat een heel mooi moment. Ja, er staat niet voor te ween, nee. Allee. Ja, op het moment dat hij voor mijn neus stond, dat voelde ik even niks niet meer. Dat was mijn gedacht van, je moest toch werken. Dat was de eerste gedachte dat ik had. En dan... Ja, dan is het moment eigenlijk gekomen dat je in shock bent. He. Alles was heel wazig. Ik weet absoluut niet meer wat hij gezegd heeft. Dat viel compleet uit de lucht. Ik was echt super blij dat iedereen daar was. Het zijn alle mensen waar je op kan rekenen, als er iets gebeurt met ons, dat ze er zeker staan. Dus ik ben heel blij met de mensen die mee geweest zijn. Ja, dat is iets dat we niet meer gaan vergeten. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ik heb al een paar keer gezegd, andere kindjes komen later, gaan we dat 1000 keer vertalen. En dat is het zeker niet vergeten. En de filmpjes, hé, dat gaan we allemaal tonen. Ik had achteraf ook een bedankingsmailtje gestuurd naar al de mensen die eraan meegeholpen hebben. Maar Thomas Cook ook. En in het midden van de week kreeg ik een mailtje terug. Als jullie hier eventueel aan denken om met de tijd aan gezinsuitbreiding te doen, neem even de naam Thomas in overweging. Ja, wat dat natuurlijk niet slecht is, hè. We vonden allemaal, alle twee eigenlijk een heel mooie naam. Dus ja, we gaan wel zien, hè. Eén nadeel aan heel het gebeuren. We zijn getrouwd. Ja, iedere man zou dat beamen wat ik nu zeg. De man heeft niets meer te zeggen. Dat is heel waar, het niet te klaar. Allee.